vrijdag in Iran terechtgestelde Zahra Bahrami. Deze Iraans-Nederlandse vrouw werd vorig jaar gearresteerd na de volksbetogingen tegen het Iraans regime in Teheran. Maar uiteindelijk werd ze opgehangen wegens drugsmokkel. Een schijnproces, volgens haar vrienden en critici van het Iraans regime. This regime for me is just horrible, and they're doing this. We know how many people that they're hanging all the time for all sorts of things, and certainly for political. This is, to my mind, where it all started. That is what we first heard, right? The Iranian regime will say, well, we hang people that smuggle drugs. Everybody they are knows saying that. They are saying that simply in order to get the West, and in particular the Dutch government, off their back and stop crying human rights violations. Ook mensenrechtenactivist Sadegh Nagaskar, de man die de zaak van Bahrami publiek maakte en zich sinds haar arrestatie voor haar inzet, weet zeker dat de drugszaak een verzinsel is. Het is als moesje om mevrouw Bahrami een legitieme hoge straf te geven. Ze weet dat het in buitenlands, het publiek in buitenlands en binnenlands, als iemand een criminele circuit heeft, wel de hoge straf toe te kennen. Maar nu blijkt dat Bahrami ook al in Nederland veroordeeld was wegens drugshandel. In 2003 kreeg ze hier 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk opgelegd, wegens de smokkel van bijna 16 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Nederland. En in 2007 werd ze nog een keer door de Nederlandse rechter veroordeeld, dit keer wegens het vervalsen van een paspoort. Maar voor de vrienden van Bahrami verandert dat niets aan het schijnproces dat ze in Iran heeft gekregen. In eerste instantie de rechter heeft hij gezegd 400 cocaïne in bezitting van haar. Voor het mevrouw Bahrami te berecht worden. Daarna wordt het gezegd, nou 400 cocaïne en 400 opium. En daarna, als u kijkt op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran zegt hij, meer dan 1 kilo. En u ziet hoe tegenstrijdig wordt het gesproken in dit verhaal. It's cocaine, it's opium, it's this amount, it's that amount. It was found in her possession. Oh no, she was part of a trafficking ring. The story keeps changing. En I don't accept it. Maar mevrouw Bahrami heeft wel de schijn tegen, want eerder was ze ook in Nederland veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf voor drugsmokkel. Maar in Iran is iemand wegens de bezitting of verkopen van drugs gearresteerd worden, worden gezet in een criminele afdeling. Mevrouw Bahrami, vanaf het begin tot het laatste moment, ze zaten bij de politieke gevangenen. Is dat een speciale afdeling? Het is een speciale afdeling, de veiligheidsafdeling 209. Alleen mensen die, wegens hen, de politieke activiteiten, daar wordt het bewaard. Nagaskar onderhoudt nu nauw contact met de dochter van Bahrami in Iran. Zij is bereid telefonisch in te gaan op het nieuws van de eerdere veroordeling van haar moeder. We vroegen zowel minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal als de Iraanse ambassadeur in Nederland om een reactie. Nu blijkt uit het dossier van mevrouw Bahrami dat zij in 2003 wel degelijk in Nederland betrapt zou zijn met cocaïne in haar bezit. Werpt dat nog een ander licht op deze zaak? Dat werpt op de zaak die hier voor ligt geen enkel ander licht. Het gaat hier om een aanklacht, een beschuldiging van de Iraanse autoriteiten dat mevrouw Bahrami in Iran is betrapt op het bezit van cocaïne. Dat ze ook andere foute dingen zou hebben gedaan. Daar gaat het om. En het gaat er uiteindelijk alleen maar om dat wij betwisten het proces dat er is gehouden. We hebben daar nooit enige inzicht in gehad, geen informatie gekregen. Advocaten konden niet bij het proces zijn. De Nederlandse ambassade werd niet toegelaten tot het proces. Kortom, het is een farse geweest. En de Iraanse autoriteiten geven daarmee aan welke barbaarse methode zij hanteren.
they were well aware regarding the situation and also the decision that has been made by the judge. So I think that there hasn't been any kind of surprise, because already they have been informed that she has received the punishment by the judge, and only the verdict shall be confirmed by the general prosecutor. And the Dutch government, the Dutch officials, could have known that it would be at such short notice, this execution? I do not have any information in this regard, because sometimes the embassies and the ambassadors also, they are not being informed regarding the exact timing of the implementation of the verdict. Was this a political case or a criminal case? Because Ms. Bahrami was locked away in a political prison. As far as I know, and as far as we have been informed, it was a criminal case to be engaged in the smuggling of drugs. And also I've been informed that Mrs. Bahrami has a record of smuggling drugs in the Netherlands also in 2003, and she has received punishment for this case also. So this was a pure criminal case in this regard. But she was also arrested in 2009 with demonstration against the Iranian government. It was not for the demonstration that she has been arrested. Actually, she has been arrested when she has been arrested in her home because of the smuggling of drugs and 400 grams of cocaine and 400 grams of cocaine, actually. Also, she has been arrested because of having and carrying three different passports, that one of them actually was a forged passport. These were the accusations against Mrs. Bahrami, not political. How would you describe the relations Iran-Holland called? It depends on the Dutch side. We have no problem to continue our good relations with the Netherlands. Not political. How would you describe the relations Iran-Holland called? It depends on the Dutch side. We have no problem to continue our good relations with the Netherlands.